Ik ben Samantha van Doren, ik ben 28 jaar, ik kom uit Utrecht. Ik kom uit Vos Gym Amsterdam, / Central Gym Utrecht, mijn eigen gym. Het was lekker, even eruit geweest. Ook wel goed voor mijn herstel geweest. Dingen op een rijtje kunnen zetten, goed kunnen herstellen. Eigen gym kunnen starten, echt mijn droom die uitgekomen is. We kunnen het wel echt een familiesportschool noemen. Ik durf wel te zeggen dat ik nu wel anders ben als eerst. Eerst was ik wel het meisje die degene die wat snelheid had, die punten maakte en zomaar partijen won. Nu ben ik er wel echt voor om ook proberen mensen eruit te slaan. En natuurlijk mijn partij te winnen. Trainingen zijn anders geworden omdat ik nu meer krachttraining erbij doe. Ik train bij Hans Kroon in Rotterdam. Die zorgt ervoor dat mijn snelheid erin blijft, maar dat ik ook sterker word. Zo rondom blijft mijn kickboxles hetzelfde, maar we passen ons natuurlijk aan onze tegenstander. Ik kan wel zeggen dat met de ervaring die ik heb, dat er weinig mensen zijn die voor mij zullen winnen. En dan gaat het alleen al door de discipline die ik heb. Vechten zal ik blijven gaan. Ik zal nooit stoppen. En ja, ik durf wel te zeggen dat ik echt vechtershart heb. Ja. Mijn tegenstander, ja, ik weet eigenlijk helemaal niks. Ik weet dat ze op Parijs komt. Het zal dus wel een goede meid zijn, want anders wordt ze niet gevraagd. Maar ze zal niet beter zijn dan mij, dus ze mag weer terug naar Parijs. Ik stop pas als de bel is gegaan. Maar nu wil ik eigenlijk de partij al stopt als ik diegene heb neergeslagen. Dus ja, dat stukje miste ik wel, ja. Ik ga er nu wel echt voor zorgen dat degene de kans vast gaat raken. Ja, die knock-out moet er gewoon niet komen. Ze moeten niet bang worden. Ze moeten hun handen hoog houden. 17 februari, World Fighting League in Almere. Ik hoop dat jullie aanwezig zijn. Bestel je kaartje online of hier bij mij, bij Central Gym Utrecht. En ik hoop dat je er bent.